Hey mensen, een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van, ja je raadt het al, Pascalibe Metaaldetectie. Even kijken, vandaag ga ik op pad met Hans Doldersen. Hans die had nog een vriend of een collega mee, of ik weet niet wat het was, Roelof geloof ik. En we gaan dus met z'n allen lekker zoeken. Hij had nog een landje, een akker open liggen. En het gezegd van nou overmorgen wordt hij ingezaaid, dus we kunnen er nu nog op. Dit is een once in a lifetime moment nog, want de rest is allemaal ingezaaid in heel Nederland zo'n beetje. Dus we kunnen daar nog lekker op. Nou ja, Hans heeft er een keer mooie vondsten gedaan met zilver en ik meen ook goud. Dus hopelijk ligt er nog wat verstopt. Dus ik moet even de instelling even goed aanpassen. Ik heb een grote spoel mee, dus hij gaat dan wel wat dieper. Ja, we zullen het zien. Ik maak waarschijnlijk nog even een drone shot. Het is voor mij vroeg in de ochtend. En we zullen wel even zien hoe de dag gaat verlopen. Dus jullie zullen me zo in ieder geval even zien met Hans. En waarschijnlijk Roelof dan denk ik. En ja, we zullen het wel zien. Dus tot zo en daarna bij het eerste gaatje. Dus blijf kijken, dankjewel. Boys and girls, Pascalibe in the house. Nou jongens, staan op het veldje. En Hans net al even gesproken. Die staat er achterin. En ja, natuurlijk wel even leuk om elkaar weer te zien en elkaar even wat langer te spreken. Dus we hebben een dik half uur gauw hoed. Maar het is nu tijd om te graven. En Roelof die heb ik ook al zien lopen, nog niet gesproken. Die zullen we zo meteen nog wel even zien. En ik heb in ieder geval wat drone shots genomen van ze. En die zien jullie straks ook nog wel even in de video. Nou ja, we gaan op pad. Ik hoop dat er wat leuks ligt. En ja, we gaan het zien. Dus wish me luck en let's go. Nou, we trappen af met een oude sleutel. Misschien van de trekker geweest of van een schatkistje of van een voordeur. Zet er een codetje op. Nou ja, sleuteltje. Ja, mijn tweede vondst. Dat is een plaatje. Misschien op een trekker gezeten of zo. Hier staat Esso Petroli. Dus petrol, dus brandstof voor waarschijnlijk de trekker. Zo jongens, een leuk vondstje. Ik heb de andere kant al gezien. Volgende zou ik wel even een live doen. Misschien dat ik het van hier dan kan zien. Kijk eens jongens, een wieltje. Nou, dat wieltje dat is waarschijnlijk van het terreintje geweest, zo'n speelgoedmodelletje. Ik weet niet zeker of daar een... Of het is gewoon van een oldtimer autootje geweest, van zo'n schaalmodelletje. Dit wiel, gevonden met behulp van een metaaldetector, biedt een unieke blik op de geschiedenis van speelgoed. Het zou kunnen behoren tot een antieke blikken speelgoedauto van het merk Carret, een prominente speelgoedfabrikant uit de late 19e en vroege 20e eeuw, bekend om hun gedetailleerde en duurzame blikken speelgoed. Een andere mogelijkheid is dat het wiel afkomstig is van een houten bakkerswagen met reclameopdruk van een Rotterdamse bakkerij. Deze wagens, vaak uitgerust met gietijzeren wielen en voorzien van zorgvuldige beschilderingen, dienden niet alleen als speelgoed, maar ook als reclamedrager. Ze waren populaire speelobjecten voor kinderen en weerspiegelden het vakmanschap en de commerciële cultuur van hun tijd. Ongeacht de oorsprong, dit wiel is een prachtig voorbeeld van historisch speelgoed dat zowel nostalgie als nieuwsgierigheid opwekt. Het herinnert ons aan de eenvoud van vroeger speelgoed en de vreugde die het bracht aan generaties kinderen. Zo, dit wiel is daar dan van. Zo, hier heb ik een mooi signaaltje. Ik kwam er 60 binnen. We gaan even samen kijken. Het is al uit, denk ik. Zit alleen een bultje. Gaan we even kijken wat het is. Ja, wat is het?
Oh, hij volgt iets wat ik niet wil. Ja. Zo. Kijk, een Willemsentje, kleintje, halve. Ja, hij is vrij donker. Hij is wel klein. Ik verwacht een halve Willemsent. Nou, ik heb hier twee vondjes. Eentje hier bij het grijze gedeelte en daar zo. Hier een 39,38. Hier 4,35. Dus ik ben benieuwd. Nog even wat nieuws, want met Pascal heb ik ongeveer 4 weken geleden hebben we afgesproken dat wij elke 2 weken gaan uploaden. En na deze video is dat zover. Dus dat betekent dat volgende week er geen video zou zijn. Dat is pas die week daarna weer. En ja, we hebben het zo afgesproken omdat wij iets te weinig tijd hebben voor onze privélevens. Nou, bij ons is er natuurlijk bij mij mijn aanstaande een kindje op komst. En die komt eind juni, dus voor nu voor jullie over een week of 3-4. En dan hoop ik papa te worden. En dan, ja, dan is er iets minder tijd. Dus we hebben ja, expres het even zo gedaan omdat we, ja, omdat we dan iets meer tijd hebben. En Pascal die zal in die tijd waarschijnlijk iets meer op hemzelf moeten leunen. Dus Pascal die zal dan veel meer in actie zijn en de filmpjes voor jullie gaan maken. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden en goed vinden. Nou, het kan ook niet anders, want ik kan het niet anders maken. Dus ja, we gaan in ieder geval even deze vondsten bekijken. Maar dat weten jullie in ieder geval na deze video. Volgende week is er geen video. En dan die week daarop is er weer een video. Dus die zal waarschijnlijk met Pascal zijn. Kijk eens jongens, we gaan weer verder. Nou, pak de pinpointen erbij, want ik heb ze er al uitgetrapt als het goed is. Ik zit het hierin. Waar is het? Hier is het. Het is wel rond. Het is klein. Het is een muntje. Dat is fijn. Ik kan nog rijmen ook. Ik denk een Willempje weer. Ik heb net ook al een Willempje gevonden. Ik denk dat het weer een halve Willemsent is. Nou, dat is gaatje 1. Misschien dat dit dan ook wel een Willemsentje is. Die doe ik even in mijn tasje. Hier even kijken. Nou, dat zit er al direct bovenop. Nou, dat is een loodje volgens mij. Als ik het zo snel zie. Vorige week natuurlijk een heel tof loodje uit Amsterdam gevonden. Van Zwart. En, even kijken, hier staat ook nog wel iets op. Maar wat staat erop? Nee, zou ik straks even moeten bekijken. Ik kan er nou even niks van maken. Ik weet ook niet of jullie het misschien zien. RB? Randy Bloemhof? Nee, denk ik niet. Het staat wel RB volgens mij. RB en Z. Randy Bloemhof en zonen. Nee, dat moet dan dochters worden, want het wordt een dochtertje. Nou ja, nee, ik kan er nu even niks van maken. Mocht ik er informatie bij zoeken... Plak ik het hier weer naast. Mocht ik niks vinden, dan zien jullie alleen deze. En misschien zometeen nog even in de outro. Nou, dan een leuk oud gespje. Ik denk 17e eeuw ongeveer. Nou, ik zei bij de gelukzoeker. De goudzoeker. Bij Hansie. En ja, we hebben wel leuke vondjes gedaan alweer. Kijk, een mooie glas, wat is het, een glazen knoop? Ja, ik dacht het. Sowieso geen kunststof. Heel apart. Ja, leuk. Ik heb er wel meer. Maar leuk, altijd leuk, hè? Oogvonds. Ja, een stukje lepel. Mooi versierd nog. Ja. Dus dit zijn altijd de leuke vondsten om te vinden, jongens. Het is echt super mooi. Ik ben altijd jaloers op Hans en vondje. Nou, ik had daar ook nog onder. Ja, gespier. Ja, ik had er ook zo eentje. Ook met zo'n ja. Gek... Nee, niet zo'n ding erbij. Ik had alleen die ovale buitenkant, zeg maar. Okay. Het is nog heel mooi zilver ook. Het enige idee welke knoop dit is, Hans, want ik heb geen idee. Ja, het is geen Zeeuwse. Is het een knoop? Ik weet het niet, joh. Want ik zie daarachter nog niet zo'n angeltje, zeg maar. Nou ja, misschien dat het de bovenkant was. Of zou het nog van een vingerhoedje zijn? Nee. Dat zou wel kunnen. Ja, toch? Ja. Nou, heb je gelijk. Niet, misschien zo'n dopje van de vingerhoed, ja. Ja, toch? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik weet het niet. Dat zijn allemaal aannames. Ja. Oh, supermooi. Ja. Ja. Een flesje nog. Ja, een flesje en een hulsie. Hulsie. Deze had ik ongezet, man. Oh, je bent goed op weg. Maar er ligt nog wel meer hier, Hans. Jazeker. Jawel, hè? 100 punten. Ga je nog goud vinden hier?
Nee, zoals de vorige keer. Zeg maar niks. Misschien brengt het geluk. Welkom bij de Vondst van de Kijker, waarin elke week vondsten van kijkers te zien zijn. Met dit concept willen we de kijkers meer betrekken bij onze video's. Jan van Schendel heeft een aantal loodjes gevonden en wil dit graag delen met jullie. Eén loodje blinkt wel uit en dat is een loodje wat een bijzonder historisch artefact is. Dit loodje wat Jan van Schendel heeft gevonden is gedateerd uit 1821 en afkomstig uit het Zwolls Diep. Het Zwolls Diep, een belangrijke waterweg verbonden met de Zuiderzee, speelde een cruciale rol in de handel in de regio. In 1821 was Nederland bezig met de heropbouw na de Napoleontische oorlogen. Handel en transport waren essentieel voor de economische groei. Loodjes zoals dit werden gebruikt als verzegelingen of keurmerken op goederen en het jaartal 1821 duidt waarschijnlijk op de inspectiedatum van een handelswaar. De inscriptie ZD staat voor Zwolls Diep, wat aangeeft dat dit loodje specifiek verbonden is met deze waterweg. Ze werden gebruikt om de handel over deze route te reguleren en te controleren. Bedankt, Jan van Schendel, voor het insturen van deze bijzondere vondst. Wil jij nou ook dat jouw vondst in onze video komt? Stuur dan jouw foto of video van jouw vondst naar onze e-mail in de beschrijving. Nou, zie je even bij Roelof. Die had deze gisteren gevonden op dit landje. En nou kwam Hansie net met deze. Dus waarschijnlijk horen die bij elkaar. Dus dan moet die even kijken. Die valt dan daarin. Oh, hij is weg. Die valt dan daarin. Dus ja, dan heb je hem compleet. Ja. Nou moet je erin moeten krijgen wie de deel krijgt natuurlijk. Ik heb grootste stok, dus Nee, leuk joh. Leuk jongens. Ja. Hans komt hierheen gelopen, dus ik weet niet wat hij wil, maar wat wil je, Hans? Nou ja, hij kwam al 64 binnen op de DS. Ja. Maar als ik dit zo een beetje zie, dan is toch gewoon, wordt dat zilver toch? Dat oogt wel zilver, ja. Dat heeft wel die zilvergloed, ja. En dan ook even deel, want dat is hier vlak naast en daar gisteren gewoon zo vaak overheen gelopen met hem. Ja. Dan ligt het er nog. Dus dat moet ik eens even schoonmaken. Oh, een beetje versierd. Ja, hè, misschien ligt er nog wel meer. Kijk eens. We hebben iets wezen poetsen. En dan zie je toch wel dat er een leuk versieringje op zit. Hier zo op die rand. Nou, hier zo zit een stukje waar waarschijnlijk een clipje even in heeft gezeten. Of een, hoe noem je zo'n ding? Een pennetje? Ja, ik denk de naald of zo. Of de... Waar je hem op kon klippen op je kleding. Een brosje of zo. Ja. Flinterdeel. Wel leuk, het is echt zilver, een beetje het Art Deco stijl. We gaan er in de zilver schred. Die gaat hier ergens in? Ja, ik zeg maar. Mooi om laten smelten, mooie ring. Dat dacht ik. Of niet? Ja, dat lijkt me een goed plan. Nou, ik heb nou wel geen is gevonden. Kom die. Ja. Zien jullie het al? Dat is een kikker. Nou, volgens mij vroeger. Het is alsof ik al heel oud ben. Maar vroeger hadden we van die kikkertjes op school en dan druk je dan op die kont en zo en dan gaat die springen. Dus ik weet niet of dit zo'n eentje is, want hij heeft wel een of ander ding hieronder. Dus misschien dat hier een veer in zat en dat je hem dan op de kont kon drukken. Tenminste, dat denk ik wel. Dat je hem hier drukt en druk je die veer in en dan springt hij op een gegeven moment verder. Denk ik hoor. Tenminste, ik kan me herinneren, op school hadden we vroeger van die kikkertjes. Maar niet van ijzer of staal. Dus ik heb geen idee. Welkom bij de sloop van de dag. Met Hansie Doldersum natuurlijk. Met de bekende tools. Ja. Nou, hij had een schoteltje gevonden, dat ging af. Kijk, nou, apart of niet? Ja, apart dat er een stuk erin zat, ja. Ja.
Want van de onderkant al bekeken en dat leek echt op een schoteltje. Dat is het ook. Goh, zit er een diamant in of zo? Of, ja, maar genoeg. Dat is een oester. Ja, dat is een oester, joh. Dat leek er verdomd op. Want het lag er net zo mooi op, zo, hè? Hij zit er heel mooi in, Hans. Ik heb geen idee. Maar de onderkant kunnen we zien dat er een schoteltje is. Ja. Nou, we gaan er even een live-ie doen, want ik heb wel een mooi signaaltje. Ik heb wat meer gevonden ondertussen al. Kijk, hele zakken vijververen. Daar ligt daar wel. Maar goed, ik heb heel veel vondjes al. Alleen Willemscenten, halve centen. Dus ja, ik wou niet alles gaan filmen. Moet nu lukken, maar gek van die centjes. Dus ja, ik film alleen de mooie vondsten. Het kikkertje trouwens, zei Hans net nog. Hij zat er zelf vroeger een blikje onder. En dan maakte hij dat geluid van de kikker. Oké, dat is het. Een plaatje. Een plaatje. Zet er wat op? Nee. Dat is gewoon een stukje staal, jongens. Ik kwam super mooi binnen, maar dat is te begrijpen. Nee, maar de kikker, dat maakt dus geluid als je erop drukt waarschijnlijk. Er zit een blikje onder of iets en hij zegt dat is hartstikke leuk. Dat is 100 punten voor speelgoed, kinderspeelgoed. Kijk dan, jongens. En weer een vondst. Een sleutelgat. Waarschijnlijk zat dit op een houten kistje, waarvan het hout er alleen maar onweg is gerot, zeg maar. Maar ik denk het eens wel. Nou, hier nog een leuk horlogesleuteltje. Dat was natuurlijk om de horloge op te draaien. Want vroeger hadden ze nog geen batterijen natuurlijk voor die dingen. Er is nog kleine versiering op. Ik weet niet of je hem goed kunt zien. De andere kant nog wel volgens mij. Nou, geinig. Nou, een schommel en rommelaar voor Fransie. Kijk. Oh, je hebt weer rotzooi. Ja. Nou, dat is gelijk jouw laatste vondst. Ja. Nou ja. Helaas. Ja, mooi, goed weg. Neem maar mee. Een prullenbak aan, zie. Kijk eens naar mijn prullenbakje. Dat is een mooi prullenbakje, hè? Ja, het beste, ja. Gelijk als een rotzooi. En de oogvondjes, hè? En de oogvondjes zijn hier prachtig. Allemaal kereltjes. Ja, precies. Nou, we zien jullie zo bij de outro. Yeah. Zo jongens, dit was het weer. Hans is er al vandoor, die ging uit eten met de vrouw. En Roelof is er ook al vandoor, die ging met zijn dochter geloof ik naar een speelpark of iets. En ja, ik heb de vondst even uitgestald hier, dus we gaan even samen kijken. Even kijken, hier is mijn oogvondst en alle rotzooi die ik gevonden heb. Nou, er zit best wel tussen veel pijpenkoppen moet ik zeggen. En er zijn heel veel staan er nog een datumpje of een dingetje in. Even kijken, hier achterop staat als het goed is waar het vandaan komt, of tenminste een letter of een nummer, of er staat altijd wel iets in. Kijk wat hierop staat, ik had er een paar zonder tekst op. Ja, hierin een van de logootje, die zijn volgens mij wat ouder. En je hebt ook een paar zoals deze, die staat 94 op. Dus je zou het 94 komen. Dus ja, mag eindig. Zo, oogvondjes. Hier zit nog een huisje op. Kijk. Vind ik ook wel geinig. Een stukje van een kopje. Nou, dit waren in ieder geval de oogvondjes, een beetje. En dan mijn rommeltjes tussendoor, dus het ijzer en een vork. Van allerlei rotzooi. Nou, en hier startend met de vondjes. Sleuteltje begon ik bij kikkertje. Dus dit was een kikker waarbij hieronder zat een kliksysteem. En dan krijg je ongeveer dit geluid. Hoor je de kikkers? Ah, interessant. Dan heel veel Willemscenten. Halve centjes. Hier een dekseltje geloof ik van een stukje speelgoed. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Even kijken naar wat rommeltjes. En even kijken wat dit is. Geen idee wat dit is. En hou eens op joh. Een schreeuwmier. Kikkers. Hier nog een loodje. Ik hoop dat ik er wat van kunnen maken en in een video op kunnen behandelen. Volgens mij is het RBNZ. Dus ik ga gewoon even kijken wat het is. Een sleutelgat dingetje. Hier nog een leeuwcent. 1 cent. Een opwindsleuteltje voor een horloge. Muurhaakjes. 2. Nog een gesmeden spijker. Want die is vierkant. En die is aangestampt met een hamer. Even kijken. Deze heb ik nog. Gespje. Nou, dan het huifkarwieletje. Nou, dat is zo'n spaakje los. En eentje die staat al op knappen.
Even kijken naar het plaatje. Nog een lepel. Dus ja, we waren best wel vondsten voor vandaag. Heel veel rommel, pijpenkopjes. Dus er lag echt wel veel. Kijk, dus dit duidt aan. Als je dit bovenop ziet liggen, dus veel blauw, pijpenkopjes, dus rommel. Dan kun je dit allemaal verwachten. Dus ja, leuk. Het was weer een leuke dag. Ik vond het wel even tof dat Hans mij had uitgenodigd. En dat Roelof er dan uiteindelijk ook bij was. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vond je het leuk, laat dan zeker even een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer alsjeblieft. Dat vinden we altijd leuk. Dan kunnen we in ieder geval zien dat die teller omhoog gaat. En dat we toch wel leuke content maken. En natuurlijk een duimpje zegt ook dat jullie het leuk vonden. Wil je wat weten, dan gooi het in ieder geval even in de comments. Dan zullen wij erop reageren. Of we behandelen het even in de video. Bedankt in ieder geval en dan zien we jullie over 2 weken. Dus houd het even in de gaten. Volgende week is er geen video van ons, over 2 weken pas weer. En dan zul je waarschijnlijk Pascal zien. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.